قلبك يؤنسه القرآن، كنزك لو تدري ما الآن، وبصائر خيره مشبعة فيه الرفعة والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Welkom beste broeders en zusters bij alweer een nieuwe aflevering van de serie Laat je hart bloeien in Ramadan. En ik hoop dat we op deze dag, dag nummer 17, al iets hebben kunnen bereiken van het laten bloeien van onze harten in Ramadan. Mogen Allah ons allemaal helpen op dit pad om dit te bereiken, om nuttig voor onszelf en voor de ummah te zijn. We hebben hiervoor veelvuldig gesproken over het reciteren van de Koran samen met het begrijpen en nadenken over de betekenis ervan. Nu gaan we even kijken naar hoe moeten we dat nou eigenlijk doen, in de zin van moeten wij nou letterlijk ieder woord van de Koran begrijpen? En wat als dat niet kan? En hoe begrijp ik de context van de Koran? Dat kunnen wij allemaal begrijpen aan de hand van een mooi klein verhaaltje. Het wordt verteld door Amr ibn Shu'ayb dat hij zijn vader hoorde zeggen, dat hij zijn grootvader hoorde zeggen, wij zaten, dus nu is de opa van Amr ibn Shu'ayb. Hij zegt, ik zat samen met mijn broer en deze zitting waar ik zat was voor mij beter dan Humrun Na'am. En Humrun Na'am is een heel duur rijdier, hè? Een kameel of wat dan ook. Dus kun je vergelijken met vandaag de dag een hele dure auto. Dus die zitting die hij had is voor hem beter geweest. Hij heeft dat liever dan een dure auto. Nou, wat is deze zitting? Hij zegt, ik ging met mijn broer richting het huis, een van de huizen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, en ik vond daar een aantal sahaba voor zijn deur staan of zitten. Dus we gingen bij ze zitten, hè? Zij zaten voor de deur, wij gingen met ze zitten. En daar zaten de sahaba te praten over de Koran. Voor het huis van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Wat was hun gesprekstof? Waar praten ze over betreft de Koran? Zij waren aan het discussiëren over een betekenis van een ayah in de Koran. Dus er is een ayah waar ze niet met elkaar eens over waren. De ene zegt van de sahaba, die zegt nee, deze ayah betekent dit. De ander zegt nee, deze ayah betekent dat. En ze gingen met elkaar discussiëren. Maar deze discussie, deze groeide uit tot een ruzie. En de sahaba begonnen te ruzieën voor het huis van de profeet sallallahu alayhi wasallam over de Koran. Op dat moment, toen hun stemmen harder begonnen te worden, kwam de profeet sallallahu alayhi wasallam uit zijn huis en je zag aan zijn gezicht dat hij boos was. En hij had een rood gezicht. En hij gooide een soort van beetje zand over ze heen. Van, hey, stop hiermee. En hij zei tegen ze, mahlan ya qawm. Rustig, o mensen. Bihada uhlikatil umamu min qablikum. Hiermee zijn de volkeren voor jullie vernietigd. Bikhtilafihim ala anbiya'ihim. Wa darbihim. Omdat zij te veel heen en weer gingen naar hun profeten met vragen die eigenlijk niet nodig zijn, en dat ze de boeken niet, dat ze reden twisten over de boeken, over de openbaringen. En dan, toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam, inna al-Qur'ana lam yanzil yukadhib ba'dahu ba'dan. De Koran is niet geopenbaard waarbij de ayahs elkaar tegenspreken. Bel yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Maar de Koran, de ayahs van de Koran, die bevestigen elkaar. Ze completeren elkaar. De Koran spreekt elkaar niet tegen. Fama 'araftum minhu fa'malu bih. Dit is het belangrijkste onderdeel van deze hadith. Wat jullie ervan begrijpen, praktiseer het. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimihi. En wat jullie er niet van begrijpen, schuif het door naar degene met kennis, naar iemand die het wel weet. Dus ga er zelf niet over in discussie als je niet weet wat het betekent. Nou, en Abdullah ibn Mas'ud, een belangrijke sahabi die door de profeet sallallahu alayhi wa sallam is opgevoed wat betreft de Koran, hij zei, inna lil Qur'ani manaran kama nari tariq.
De Koran heeft een soort licht die de weg leidt, net als een lantaarnpaal als het ware, die de weg voor jou laat zien. Dan weet je waar je naartoe moet gaan. Of misschien, manar al-tariq, net als borden op de weg, waar moet je heen? فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَتَمَسَّكُوا بِهِ. Wat jullie ervan weten, van deze licht van de Koran, het pad van de Koran, wat je ervan weet, hou je eraan vast. Ga op dat pad. Maar, وَمَا شُبِّهَ عَلَيْكُمْ أَوْ قَالَ شُبِّهَ عَلَيْكُمْ. Maar wat jullie ervan, zeg maar, over twijfelen, waar het voor jullie een beetje moeilijk lijkt, van, hè, wat betekent dit nou weer? فَكِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ. Laat het dan over aan degene die er kennis van heeft. Degene die er kennis van heeft, dat kan zijn een ander mens. Maar dat is in alle gevallen Allah subhanahu wa ta'ala. Het kan zijn dat je het overlaat aan iemand anders die het weet. Of je zegt, wij weten er helemaal niks van. Ik heb geen antwoord kunnen vinden. Geleerden weten het ook niet. Allah weet het. Allahu a'lam. Allah weet het altijd. Dus mochten de mensen het niet weten, want de mensen zijn scheppingen van Allah, die zijn beperkt in hun kennis. Mochten mensen iets niet kunnen begrijpen van de Koran en ze zitten er alleen maar ruzie over te maken, laat het dan over aan degene met kennis. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Wat betekent deze twee teksten? De hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de hadith van de sahabi. Wat betekent dat? Dat betekent, beste broeders en zusters, wij zijn niet opgedragen om ieder individueel woordje uit de Koran te begrijpen. Dat je letterlijk weet wat ieder woordje betekent. Wanneer je de Koran leest, hè? Niet wanneer jij je verdiept in tafsir of een geleerde. Nee, nee. Ik bedoel, wanneer jij de Koran leest, wordt er niet van jou gevraagd dat je letterlijk ieder woordje moet begrijpen. Voordat je weet wat erin staat. Nee, dat hoeft niet. Maar dat betekent dat jij de rode draad van de ayah moet begrijpen. Dat jij de context van de openbaring begrijpt. Dat je weet waar de Koran over praat. He? Als jij Surat Yusuf leest, dan begrijp je uit de context van de Surah, he, dat Yusuf een droom had en hij vertelde dat aan zijn vader. En zijn vader gaf hem advies wat hij moest doen. En daarna zijn broers, die waren jaloers en ze hebben hem in de put gegooid enzovoort. Maar ik kan nu woorden uit de ayah, uit de Koran halen en dan kan ik je vragen, wat betekent dat? فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Wat is غَيَابَةِ الْجُبِّ? Wat is غَيَابَة? Ja, moet je per se dat woord begrijpen of niet? قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُ. Wat is سَوَّلَتْ? وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً. Wat is مُتَّكَأً? Enzovoort. Dus allerlei woordjes. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Wat is غُثَاءً? Wat is أَحْوَى? Je kunt die dingen natuurlijk gewoon leren. Die kennis bestaat, je kan opzoeken. Maar tijdens het reciteren van de Koran wordt er niet van jou gevraagd om dat op dat moment te weten. Want jij bent bezig met het reciteren. Jij moet weten, wat vertelt Allah hier in het algemeen? Prijzen van Allah. Het zweren bij deze scheppingen. Waarom? Allah geeft daarna een boodschap. Wat staat in deze boodschap? Dat is tadabbur. Maar niet letterlijk ieder woord van de Koran begrijpen. Dat is geen tadabbur. Tadabbur is dat jij de context ervan begrijpt. En als het bestuderen van de Koran een reden wordt voor discussie en verschil onder de moslims en ruzie tussen de moslims, dan is dat niet gevraagd. De profeet werd er zelfs boos van. En wij zien tegenwoordig dat dit heel vaak voorkomt. Hè? Moslims die denken allemaal beter te weten over inhoud van de Koran en betekenis van ayahs. Wat is belangrijker? De eenheid tussen de moslims? Hè? En samenhorigheid en samenwerken? En allemaal samen Allah aanbidden? Of dat de vijandschap en ruzie tussen elkaar? En dat jij maar de betere waarheid hebt? Nee, die eenheid is belangrijker dan dat je gaat ruzie met elkaar, omdat jij het beter weet dan de ander. Dan mag je je houden aan jouw mening en hij mag zich houden aan zijn mening als allebei fundamenten en argumenten hebben, zonder ruzie te maken. Dus wij moeten wegkeren van deze zaken die wij tegenwoordig aan het doen zijn. En we moeten gaan naar het doel van het reciteren van Koran. En het doel van tadabbur van Koran. En het doel van het openbaren van de Koran. We kijken in deze vraag naar Suratul Anbiya. De surah van de profeten. Surah nummer 21. En in deze surah
worden verschillende voorbeelden gegeven van het zorgen voor de schepping door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah beschikbaar is voor zijn schepping en dat hij continu de schepping aan het zorgen is voor de schepping. Dat staat in Suratul Anbiya, heel veel voorbeelden daarvan. En dat hij, naast dat hij voor de schepping zorgt, dat hij subhanahu wa ta'ala dicht bij zijn schepping is en dat hij heel gauw hun dua kan verhoren. Noem drie voorbeelden uit deze sura die deze punten duidelijk maken. Dat Allah subhanahu wa ta'ala voor de schepping continu aan het zorgen is. Dat Allah subhanahu wa ta'ala dicht bij zijn schepping is. En dat Allah subhanahu wa ta'ala de dua van zijn schepping snel kan verhoren. De daad van vandaag is insha'Allah een aanvulling op de daad die wij gisteren hebben besproken. De daad van vandaag. Het heeft te maken met de familie en het bij elkaar zitten. Maar veel mensen hebben het druk. Veel mensen zijn bezig met heel veel verschillende zaken. En er is bijna geen tijd voor deze mensen om samen met het hele gezin bij elkaar te komen. Om met elkaar te kunnen praten en tijd aan elkaar te geven. Maar dat betekent niet dat er in die 24 uur nul momenten zijn waarin bij elkaar komt. En vooral in Ramadan, dan komen de families juist vaker bij elkaar. En de gezinnen zijn op zijn minst bij iftar en bij suhoor samen. Dus laten wij, mocht jij het druk hebben, laten wij de bijeenkomst van het gezin gebruiken in ons voordeel. Dus dat je niet alleen maar bij elkaar komt om te eten, maar dat je als je bij elkaar komt ook een beetje tijd aan elkaar geeft om vragen te beantwoorden. Kijken hoe het met elkaar gaat en vooral het motiveren van het doen van goede daden in de Ramadan. Ik kijk eigenlijk eerlijk gezegd heel raar op van ouders die hun kinderen liever, in Ramadan bedoel ik dan, hè, in Ramadan niet stimuleren om ibadah te doen, maar wel stimuleren om andere dingen te doen. Omdat ze bijvoorbeeld naar school moeten en moeten sporten en zwemmen en naar vrienden en noem maar op. Hè, dat zij die dingen wel allemaal stimuleren. Hè. Ik zeg niet dat dat slecht is. De activiteiten van de kinderen die zijn belangrijk om te voldoen. Maar tijdens de Ramadan heb je nog een extra laagje. En dat is een belangrijkere onderdeel en dat is de ibadah. En dan, als jouw kind ietsje minder slaap heeft in Ramadan, dat heeft hij niet het hele jaar door. In Ramadan mag hij met jou meevoelen hoe het is om op te geven voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij met jou meegaat naar de moskee, dat hij misschien oefent met vasten. Dat is opvoeding. En niet dat jij bang bent voor de gezondheid van je kind vanwege de ibadah. Maar buiten Ramadan zijn er ook momenten waarin je kinderen minder gezond zijn vanwege andere zaken. Daar moet je aan werken als jij wilt dat je kinderen gezond zijn. Maar tijdens de ibadah moet je hem juist stimuleren. Motiveren. Om vroeg op te staan voor suhoor. In plaats van te zeggen van, ach, laat hem slapen joh. Hij hoeft niet op te staan, want hij hoeft toch niet te... Maar laat hem met jou wennen. Voed hem op. Dat is hoe je het islamitisch gevoel aan je kinderen doorgeeft. Wat maakt het uit dat hij een aantal dagen wat minder slaapt? Net zoals jij wat minder slaapt, omdat jij ibadah moet doen en jij moet moe worden en jij moet de jannah verdienen. Zo moet jouw kind dat ook leren natuurlijk. Dus gebruik deze momenten om samen met je familie, met je gezin, met je kinderen elkaar op te voeden, elkaar te stimuleren en elkaar te motiveren voor de ibadah, voor Allah subhanahu wa ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala en ieder bijstaan en alle gezinnen beschermen, alle mannen en vrouwen en jongens en meisjes, zonen en dochters, allemaal zegenen in deze gezegende maand. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.